bloemen op de stoep, grote koppen in de krant. Afgelopen donderdag werd in Beverwijk vechtsporter Hans Nijman doodgeschoten. Hans Nijman, sportschoolhouder, freefighter, voormalig Nederlands kampioen karate. Maar volgens geruchten werden zijn spieren ook nogal eens ingezet om ruzies in de criminele wereld wat kracht bij te zetten. De 55-jarige Nijman geeft afgelopen woensdagavond 5 november tussen 6 en 7 uur 's avonds les bij sportschool Cardio Fitness in Beverwijk. Daarna gaat hij meteen door naar deze sportschool, De Meer aan de Meerstraat, ook in Beverwijk, waar zijn volgende les alweer om 7:30 begint en tot 8:30 duurt. Een paar minuten nadat die les is afgelopen, stapt Nijman in zijn auto die op het parkeerterrein tussen het Slangenwegje en de Meerstraat staat. Hij wordt vrijwel direct onder vuur genomen en sterft ter plekke. Er is nog niet eens een duidelijk signalement van de schutters of hun auto daar in Beverwijk, of er komt een melding uit Velserbroek. Daar staat op de Hofgeesterweg een auto in brand. Vermoedelijk de auto van de daders. Het is een gestolen zwarte Volkswagen die al in 2010 in Frankrijk is ontvreemd. Toen de daders hem achterlieten woensdagavond, zat op die Golf R32 een nagemaakt kenteken. 6SZF63. Was u afgelopen woensdagavond daar in Beverwijk en heeft u iets van het schieten gezien of gehoord? Heeft u nog niet met de politie gesproken? Neem dan alstublieft contact op. Zijn op woensdag 5 november of de dagen daarvoor verdachte personen of die zwarte Volkswagen Golf opgevallen bij een van de sportscholen of op dat parkeerterrein bij het Slangenwegje in de Meerstraat? Laat ook van u horen. En direct na de moord zijn de daders rond 8:50 was dat, vanaf dat parkeerterrein bij de kerk in Beverwijk gevlucht naar Velserbroek. Dus in die Golf met dat kenteken 6SZF63. Dit is de meest waarschijnlijke route die ze hebben gereden. We willen graag weten wie die auto toen heeft gezien. En het kan ook heel goed dat er al eerder verkend is op die Hofgeesterweg in Velserbroek, waar hij in brand is gestoken. Wie heeft daar wat gezien? Waarschijnlijk zijn de daders daar overigens in een ander voertuig overgestapt. Het zou helemaal mooi zijn als iemand dat is opgevallen of gezien heeft dat daar een andere auto werd klaargezet. Ja, bel zo snel mogelijk als u iets heeft gezien. Dat kan natuurlijk via 0800 60 70. U kunt dus ook makkelijk tippen via het Second Stream, live.politie.nl. En wie liever met het team Nationale Criminele Inlichtingen praat, kan ook daar terecht.